De oudste foto's van Venlo, ze liggen hier op tafel. Tot dit moment waren ze eigendom van Flip Bol, maar die gaat ze nu overhandigen aan burgemeester Scholten. Het gemeentearchief Venlo heeft ze namelijk gekocht. En we komen in Vasselovensfeer met de prinsen van Jokus, de Oeles en de Wortelenpin. Die schuiven hier straks aan. Muziek is al van een kleine delegatie van Linkemik. Dit is de Dinskoplein. Als ik weer een schoen kreeg in mijn kuiten, kom ik heel rustig langzaam aan op gang. Want spooien gij mijn linkerhuurke tuiten, dus zet je ze aan, de dag die de nagel uit. En loop maar lekker gewoon, zo wie het gij. Zetjes in een tumor, mij spooien, ja dat is gauw gedaan. Spooien, ja dat is gauw. Ja, zutjes aan en om maar meteen een beetje duiding te geven. Als u daar twee hele serieus kijkende piraten achter Toetsen en Dave ziet staan. Verhaal in het kort, dat zijn boekeniers. Die zijn op dit moment aan het onderhandelen met een Tegelse Jukskapel na een ludieke roof. Ze willen hun spullen terug. En als dat helemaal misgaat, is Dave alleen over. Dus daarom moet hij bewaakt worden. Weet wat ook weer, meneer Bol? Ja. Welkom. Het is een heel bijzonder moment, want u gaat dadelijk hele oude, de oudste foto's mogen we wel zeggen, van Venlo overhandigen aan de gemeente. En daarom zit de burgemeester hier. Welkom, meneer Scholten. Dank u wel. Maar we beginnen met uw permissie, meneer Bol, even met vers van de pers nieuws. U houdt van nieuws met een positieve insteek. En dat is er nu te melden, want er komt 17,5 miljoen euro vanuit het Rijk naar deze regio. Ja, wij hebben als regio Noord-Limburg een deal gesloten met het Rijk. We hebben gezegd, nou, als u ons een bepaald bedrag zou willen geven en wij doen er zelf geld bij, dan kunnen wij de economie en ook al het moois van Noord-Limburg behoorlijk versterken. En het kabinet heeft vanmorgen besloten om een aantal van die regio's, en niet allemaal, minder dan de helft, maar zeker de regio Noord-Limburg, 17,5 miljoen euro te geven. En als we nu aan u vragen, wat kunnen we met dat geld doen? Nou, er zijn een aantal hele concrete projecten. Bijvoorbeeld de energietransitie. In Bergen zijn ze bezig met een heel groot project met zonnepanelen. Maar ook ondermijning en criminaliteit, daar zijn concrete projecten voor in het buitengebied in Limburg. En voor de rest heel veel wat te maken heeft met ons hoger onderwijs, met de Brightland Campus. Er zijn echt fantastische projecten. En daar gaan we in de nabije toekomst nog heel veel van horen. Wij zetten de verdubbelaar in, dus wij doen daar zelf ook 17,5 miljoen euro bij. Daarnaast hebben we nog een investeringsfonds. Nee, dat zijn de 8 gemeenten in de regio Noord-Limburg. Ja, okay. Ja. Nee, dat we dat even helder hebben. Nee, dat zijn er meer dan alleen Venlo. Ja, oké, dat is voor nu en nog heel veel mooie toekomstmuziek. Dus gaat dan volgen uit allemaal dat geld. Terug naar het nu. Want u heeft voor u liggen een heel bijzonder pakketje, mag ik wel zeggen. Het was 2011. Toen kwam ik bij een antiquariaat. En u zag daar een fotoboek met allemaal oude foto's. En u wist, want u bent namelijk oud-directeur van het Nederlands Fotoarchief. U wist eigenlijk meteen wel, dit is heel bijzonder. Maar nou, onderzoek bleek dat het toch nog bijzonderder was dan u misschien van tevoren had gedacht. Nou, het was wel grappig. Het was het fotoantiquariaat van Frido Troost, een fantastisch mens, helaas heel vroeg overleden. En ik zag het album, het is ongedateerd en anoniem. Er zit ook nauwelijks staat er iets bij. En ik wist eigenlijk niet of het Nederlands was of niet. Het enige wat ik toen zag, die eerste keer, was een foto waarop stond 4 september 1858... En dat blijkt een foto te zijn die hier in Venlo gemaakt is, in de Jodenstraat.
En als je dat jaartal hoort... Ja, toen dacht ik al, 1858. Dat zitten we echt, dat is wel het begin van de fotografie, ja. Ja, maar ik wist toen nog niet dat het Venlo was. Ik wist ook niet dat het Nederlands was. Want het stadhuis in Venlo was mij niet zo bekend. En het ziet er best wel een beetje buitenlands uit. Het zou ook Frankrijk kunnen zijn. Ja, ja. Als u wel eens in Venlo geweest was, had u het meteen herkend. Maar gelukkig, ik had een Limburgse medewerkster. Fantastisch, ja. En die ja. was de eerste die dat ontdekte. Zullen we eens heel even gaan kijken hoe dat toch uitzag? Doosje met het album. En dit is op de eerste pagina, dit is het stadhuis in Venlo. Als je het zo ziet, is het eigenlijk maar een klein boekje, hè? Het is een heel klein boekje. Maar er zitten wel heel veel foto's in. Het zijn ook kleine foto's, het zijn kleine afdrukjes. Hier heb je weer een, volgens mij is dit een strontkar. Voor het stadhuis in Venlo. Hier zie je weer een reproductie van daguerreotypie. En dit is Gorinchem. Dit is once in a lifetime. Dit vind je nooit meer. Ik bedoel, het is toch 150 jaar oud. Ja, once in a lifetime. Heel bijzonder. Vandaar ook witte handschoentjes, want ja, dit is allemaal heel precair. Ik word ook een heel klein beetje zenuwachtig dat allemaal water op tafel staat. Maar we hebben beloofd niks om te stoten. Nee. U zei eigenlijk toen ook, dit hoort eigenlijk misschien wel in een museum thuis. Waarom ligt het hier dan nu toch op tafel? Ja, ik had bedacht dat het goed past in het Rijksmuseum. En ik heb het Rijksmuseum ook gebeld en gezegd, ik heb iets gevonden. En volgens mij is dat echt iets voor jullie. Die zijn komen kijken en zei, ja, het is heel bijzonder, maar we hebben geen geld. Toen dacht ik, ja, ik wil het eigenlijk helemaal niet kopen. Maar ik wil niet dat het in verkeerde handen valt. En ik wil graag dat het te zijn dat hij in een openbare collectie komt. Dus ik heb het uiteindelijk zelf gekocht. En ik heb er daarna 7 jaar aan gewerkt om uit te vinden wie de maker is en waar die foto's allemaal gemaakt zijn. Want de enige stad die ik wist, dat was de markt van Venlo. Dat had ik inmiddels uitgevonden. Maar alle andere steden, die wist ik niet. En die heb ik via crowdsourcing, ben ik die te weten gekomen. Dus heel veel mensen in Nederland hebben meegeholpen. Het hele album staat online. Via www.foundphotography.nl kun je alles bekijken. De hele pagina's en ook de losse foto's. En mensen hebben dus in heel Nederland in kunnen zoomen op dat album. En hebben geholpen om te determineren waar dat was. Dat deden wij in Venlo ook, want dit zijn dan, denk ik, misschien wel de oudste foto's van Venlo. Waarom is het zo belangrijk dat dat album vanaf vandaag dan in Venlose handen is? Ja, dit is cultureel erfgoed. Dit zijn dingen die je nooit meer voorbij ziet komen. Hè. Dit is 1858. Dat is voor ons nageslacht. Ik vind dat ongelooflijk belangrijk om ons archief daar verder mee te laten werken. Er staan 21 foto's in, heb ik begrepen, van Venlo. Ook nog een foto van mijn oude gemeente Zwijndrecht. Dat is ongelooflijk. En dit is echt voor het nageslacht. En als ik dan hoor dat het Rijksmuseum daar geen geld voor had, hebben we dan over kapitale bedragen? Wat nu nou, ze hadden op dat moment geen geld. Want later hebben ze natuurlijk aankopen gedaan tot 500.000. Ja. Altijd natuurlijk totaal ben je het niet. Maar, want wat voor bedragen hebben we het hier dan over? Nou, ik heb het gekocht voor 8.000. En ik heb er 7 jaar onderzoek naar gedaan. En, hier ligt een deeltje van het onderzoek. En u wilt niet zeggen hoeveel u... Dat is een beetje... Dan zouden mensen kunnen denken, daar heb je flink aan verdiend. Het is een dubbele bedrag. Okay. Maar ik heb het laten scannen, ik heb de website laten bouwen. En het is veel geld. Maar goed, als het een Frans of Amerikaans of Engels album was geweest, dan was het vele malen meer geweest. Ja. Maar wat het leuke is ook, op de eerste pagina staat de maker. En ik dacht dat het een naamgenoot van u was, namelijk een militaire arts. Dat dacht ik vanaf het begin. Antoine Baudouin, die een tijd lang in Japan heeft gewerkt. Met dat verhaal, dat was het idee wat ik had, heeft NRC in oktober 2018 een pagina groot artikel gepubliceerd. Omdat ik niet 100% zeker was dat het deze Toon Baudouin was. En de volgende dag belde mij, ik geloof om 2 uur 's middags, belde Gino Mommersteeg van het gemeentearchief Venlo. En die zei, ik weet wie de maker is. Nou, ik kon het niet geloven. En het was, het is een ongelooflijk toeval. Maar er was een... En wie is de maker dan? De maker is niet Toon Baudouin, maar is Petrus Jan van der Grijp.
ook een militaire arts, 1 jaar jonger dan, ouder, sorry, ik zeg het, 1 jaar ouder dan Toon Baudouin, die van 1857 tot 1861 in de Steenstraat in Venlo heeft gewoond. Nou, als je kijkt naar die foto's, die zijn voor een belangrijk deel op de markt. Die kunnen we zien, want we hebben wat foto's natuurlijk. Nou, je ziet hier links zie je een hoekje van het stadhuis, ja, waar nu de juwelierswinkel zit. Waar Nellissen zit nu. Ja. Dat is dat, maar het, oude, het pand is natuurlijk vervangen, het ja, bestaat niet meer. En dat is echt op een steenworp afstand. Dit is de markt. Is, ja, met de twee, ik geloof dat dit de foto is waar de twee reuzen op staan. Ja. Paarden was een Guntruut. Ja. Ja. Flu was een Guntruut, ja, moet ik zeggen. Ja. Maar dit is het pontje naar Blerik. Ook een wonder dat iemand dat heeft kunnen uitvinden. En hier zie je rechts het oudste, dus de Jodenstraat ook. De Gasthuisstraat. De Gasthuis. Gasthuisstraat, ja. Met rechts het oudste huis van Venlo. Ja, precies. Maar dat is dus echt bijna voor de deuren van hem gevallen. En dit is dan hetzelfde? Hetzelfde. Ja. 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 Ja, bijzondere foto's. Maar het zijn, er zijn 21 Venlose foto's die dan in het gemeentearchief komen. Maar dan zitten er nog meer dan 300 van andere steden. Ja, we gaan die niet verkopen en eruit scheuren. Dat zou je inderdaad het zo terugverdienen. Dat gaan we niet doen. De eerlijkheid gebiedt mij ook om te zeggen dat de provincie de helft meebetaalt met een behoorlijke subsidie. Dus die zien ook het belang ervan in. En ik denk toen u hoorde dat het archief in Venlo wist wie echt de maker was van de foto's. Nou, dan vertrouw ik ook het archief in Venlo dat wel toe. Er wordt verder onderzoek naar gedaan, want er zijn nog wat anonieme foto's. Dus dat gaan we verder doen. Het staat allemaal op de website. Ja, het is heel belangrijk om de oudste foto's van onze stad, onze gemeente, om die in ons archief te hebben. Ja, u zegt er zijn nog een paar foto's wat nog niet helemaal van bekend is waar het vandaan komt. Zullen we even kijken hoe dat er dan uitziet? Wat nou het leuke is, door de publiciteit te genereren, dat interview of dat artikel in het NRC Handelsblad, wat van vandaag, reageren allemaal mensen en zijn dus naar de website gaan kijken. 10:22. Kijk, een mailtje van Ruud Merks, geen idee wie het is, uit Venlo. En die schrijft: ik heb met belangstelling het verhaal op de site over de oude foto's gelezen. Foto 67-1, dat is deze, pagina 67, de eerste op die pagina, is vermoedelijk de haven in Venlo in noordelijke richting gezien. In westelijke richting is er vanuit dezelfde positie een foto van het veerhuis De Staai. Die zit inderdaad in het album. Het wachthuisje, wat je hier ziet, staat dan op het bad. De aanlegstoep van het veer bij de Maaspoort, onderdeel van de vestingwerken, die waren toen nog niet gesloopt. En dan stuurt hij heel snel daarna stuurt hij foto's mee. En dan zie je hier, nou, dit is in zwart-wit, en hier kan je het eigenlijk het beste zien. Dan zie je ook die bomen staan. Je ziet daar niet dat huisje, maar je ziet wel die rij bomen. En hij doet er ook een plattegrondje bij, dat je kan zien waar die foto, dat moet dus ergens. Hier is het De Staai, en dan moet dus ergens hier aan de Maas zijn. Dus ik twijfel er niet aan of dit is de 21ste foto van Venlo. Want we hadden er al 20 gevonden. En deze is, nou, dit is nagenoeg zeker dat deze Ruud Merks gelijk heeft. Ja, het is eigenlijk puzzelen dus om te achterhalen waar het precies vandaan komt. En dus hulp ook uit onverwachte hoek. Ja. Ja, maar dat is het leuke van het digitale tijdperk. Het heeft ook nadelen. Hè, want zo'n album in het echt zien is toch wat anders dan wanneer je het op je beeldscherm ziet. Maar je kan dus wel ongelooflijk gebruik maken, tussen aanhalingstekens gebruik maken, van kennis die mensen hebben. En er zit natuurlijk bij mensen heel veel kennis. Amateur, historici. Ja, gaan we het album eigenlijk nog een keer in het echt zien? Want het gaat nu natuurlijk naar het archief. Hè. Dat moet goed worden geconserveerd. Maar je ziet ook dat er liggen ook een aantal. Het is compleet en de verleiding, u zegt, daar ben ik heel blij om trouwens. We houden het natuurlijk bij elkaar. Ja. De verleiding voor mij was heel groot om uit de stad waar ik opgegroeid ben, Zutphen. Daar zit namelijk een losse foto van Zutphen. Om die als souvenir te houden, maar dat heb ik niet gedaan. Het gaat integraal gaat het naar Venlo. Ja, ja. Maar ja, het gaat nu het archief in, dus we gaan het waarschijnlijk niet meer zien. Nou ja, het wordt heel erg goed bewaard, ook klimatologisch. In hele bijzondere situaties kunnen we het wel laten zien, maar ik vind dat internet ook een heel goed alternatief is. Je moet wel dit goed conserveren, dus het zal zelden zijn en niet zomaar aan de eerste de beste
persoon die zegt, ik wil dat fotoboekje wel eens even zien. Dat gaat niet gebeuren. Hè. Dat zijn dus echt de deskundigen voor verder onderzoek. Die kunnen natuurlijk dat inzien. Het moet ook wel. Het is gekocht met overheidsgeld, belastinggeld. En dat betekent, je hebt er gelijk in, dat is de allerbeste besteding. Het moet openbaar toegankelijk zijn. Ja, dan en echt voor historisch. Het archief heeft ook niet stilgezeten. Dat is ook toegankelijker. Hè. Dat is zelfs zeker. Nu, helemaal vernieuwd. Ja. Dus we hebben een nieuwe site. Dus we kunnen daar veel beter van thuis uit ook stukken raadplegen. Dus dit fotoalbum kunnen we daar in ieder geval ook nog zien. Ja, en nogmaals, het gaat niet zozeer om het bedrag, maar het zal zeker een diepte-investering zijn. We gaan het natuurlijk nooit verkopen, maar we denken alleen dat dit soort hele unieke situaties met foto's die op een ongelooflijk moeilijke manier vroeger gemaakt zijn. Hè. Dat gebeurde niet op de manier zoals het nu gaat, of vroeger ging met een doka, maar met zouten en bijzondere situaties. Dit is voor ons echt uniek en ik denk dat mijn opvolgers en de mensen die na mij in Venlo wonen ook zullen zeggen, wat verstandig dat ze dat vroeger gedaan hebben om dat fotoboekje te kopen. Nou, er zit hier, ik heb hier een pagina open liggen. Dit zijn de alleroudste foto's van de Technische Universiteit in Delft. Dus het is ook voor Venlo leuk om, laten we zeggen, wat betere foto's in hoge resolutie te maken en die uit te kunnen wisselen met andere archieven in Nederland. Ja. Dus ik wil het bij deze dan erg graag dan gaan we een moderne opvolger overhandigen. Ik leg het in het doosje. Ja, ja, ja. Het is hetzelfde doosje als waarin het in Rotterdam lag. Er ligt één pagina los. Goed zo. Dat is goed om te weten. Mag ik dit aan u overhandigen? Dank u zeer, dank u zeer. Ik zal het zelf niet aanraken. voor de kijkers thuis, ik zal het niet mee naar huis nemen. En het gaat vanavond nog naar het archief in een ruimte die daar heel erg voor geschikt is om het verder te bewaren. Mag ik u hartelijk danken voor de aankoop, laat ik het zo zeggen. Merci. Graag gedaan. Kijk. De moderne fotograaf heeft ook een goed plaatje. Ja. Dat is het ook voor het nageslacht, voor de krantenlezer die vastgelegd. Ik dank u heel erg voor de komst naar de studio. En ja, burgemeester, u heeft, ik wil bijna zeggen gouden handen, maar in ieder geval absoluut, iets heel kostbaars. Dus ben voorzichtig. Ja. Wij gaan verder met onze rubriek De Doorgeefvraag. We waren gebleven bij Tommy Schoeren, die als manager van Top DJ's de hele wereld overreist. Hij had een vraag voor de VVV-directeur Marco Bogers. Beste Marco, zijn er in het verleden concerten georganiseerd in de Cool? En is er in de toekomst ruimte voor, vergelijkbaar met Groots met Zachte G van Guus Meeuwis en bijvoorbeeld een Rowan Heese of een andere artiest? Trappen, hè? Ik kan me niet herinneren en ik loop hier al een tijdje mee. Dus ik kan het me niet herinneren. Wel weet ik van een goede kennis van mij, van Rowan Heese, dat zij een keer tijdens de open dag hebben opgetreden. Maar dat was geen officieel concert. Het zou hier mogelijk moeten zijn. En het staat ook op de agenda, omdat wij nu werken met een horecapartner die natuurlijk ook samen met ons interesse heeft om meer te doen met het stadion dan wat nu gebeurt. Hè? Dus om het multifunctioneel te gebruiken. Ja, en op de agenda staat dus ook wel een concert. En ja, de optie is natuurlijk hier in het stadion achter mij of voor op het parkeertrein. En wij zijn natuurlijk een cultuur- en muziekstad. Dus eigenlijk zou de koppeling er wel moeten komen. Hoeveel mensen kunnen hier bij een concert naar een optreden kijken? Ja, even los van alle veiligheids- en vergunningseisen, denk ik toch tussen de 10.000 en 12.000 mensen moeten hier bij een concert zeker in kunnen. Je zou eigenlijk allerlei mogelijkheden hebben om hier iets te organiseren. En we hebben ook best wel wat ideetjes, maar niet meer dan dat. En het probleem is ook een beetje dat de evenementenagenda van Venlo natuurlijk behoorlijk vol zit. En dat je moet kijken als club van, ja goed, wat is een geschikt moment om iets te gaan organiseren en hoe ga je dat aanpakken? Je zegt, er zijn wel wat ideetjes, nog niks verklappen? Nou, we hebben wel wat, ook best wel wat concrete ideeën, maar ik denk dat niet voor deze zomer, maar misschien wel voor de zomer daarop. Dit is een doorgeefvraag. Wat en aan wie wil u de volgende vraag stellen? Ja, zal ik beginnen met aan wie? Dan begin ik met aan wie. En wie in deze tijd, lijkt me dat heel erg, deze feestelijke tijd, heel erg logisch. Dat ik die vraag ga stellen aan de prins van het Jokersriek, Marcel II, Marcel Verdellen. En op dit moment is Marcel natuurlijk prins en heeft hij heel veel formele zaken te doen.
Na die prachtige periode zou het ook een keer leuk zijn dat hij in hoedanigheid als zoon van, of als gewoon als Marcel, misschien wel samen met Ben, dat weet ik niet, samen met dat nummer Eviva VVV, wat hier elke week door de speakers schuilt bij de wedstrijd, om dat nog eens een keer ten gehore te brengen. Ja, en de doorgeefvraag is dus terechtgekomen bij Prins Marcel II. Maar we zaten zo druk met inpluggen en alle kostbare foto's van tafel halen dat we de vraag helemaal niet hebben verstaan. Nee, ik heb er niks van verstaan. We komen nog wel bij u langs, als u gewoon weer Marcel bent. Kostbare foto's zijn van tafel, kostbare scepters liggen er nu op. Heel veel veren hebben we gewoon langzaam euvel nog het dialect, want het begon te hebben even vastgelovend. Met drie hoogheden in ons gemeente. Ruben de Eerste van den Oerles, Marcel de Tweede van Jokus en Arthur de Eerste van de Wortelenpin. En door achter aan de bar stond Thomas, Florian, Fons, Arthur, Jos en Paul, oftewel de adjudanten. Ze had de beste kanten van de prins, zeggen ze dan. Hè. Hier, G ziet nu ongeveer een weekje bezig. G ziet al een week of twee bezig. Wat? Veld het nog allemaal mee? Is er al vermoeidheid? Is het nog leuk? Niks zo fris als een hoentje, zou ik zeggen. Ja, Marcel? Maar ja, ik ben gewoon door op de trein. Ja? Ja. Niet aan het werk, maar wel service heel actief en in de late uurtjes. Maar het gaat vooralsnog heel erg goed. Wat mij nou opviel hè, bij deze drie hoergheden, behalve dat ze natuurlijk alle drie super juksig zien, is dat ze volgens mij niet wonen in de plek of in de driehoek waar over ze regeren. Nu weet ik dat wel eens heel geveilig kan liggen, waar ze vlaggen ophingen en dat ze dan nog wel eens een kort gezicht kan krijgen. Wie is het gevallen bij ook toesadressen? Want geen woord bijvoorbeeld in het Riek van de Poerker. Dat klopt precies, maar wie proot over Groot Venlo, dat zal de burgemeester als muziek in de oren klinken. Dus we hadden het gewoon op Groot Venlo en waar ze woont, dat maakt niet zo goed, leed eraan dat hij een heer in Venlo leed. Nu weet ik toevallig dat de burgemeester als bescherming van Jokers officieel bij de Wuilers moet u toestemming vragen ja. Of u Jokersvlag mag ophangen. Het is ook allemaal mijn schuld. Toen ik ben begonnen om als burgemeester niet meer in Venlo te wonen, maar in Velde. Ik heb dat toen tegen Fors Joekse gezegd. Kun je een pilletje onder je tong leggen, ik moet je wat vertellen. Ik ga niet in Venlo wonen, maar in Velde. Ja, toen is het gebeurd. Toen is het allemaal losgeslagen en komen die prinsen uit allerlei andere plekken. En, dat is allemaal mijn schuld. Heb je ook toestemming om te vragen de Wuilers? Nee, de Wuilers is zo groot wie een poop. Dus die zien die heel erg verguld mee dat ze een jokersprins in het Velderse Riek hebben wonen. Ja, dat denk ik dat de ketelers ook al heel erg blij zien. Ook die zijn hartstikke groot. Ja, kijk. En dan weer wel langzaam toch een beetje volwassen om vastgelovens vieren het Venlo. Hè? Zo is het. Dan gewoon ook eens in een ander plek wonen. We gaan het hebben over wat je allemaal tot nu toe hebt meegemaakt. Aan de hand van wat filmpjes en een foto. Zullen we eens beginnen, Hoogheid, Arthur, met een foto van Och. Die zou dan nog moeten instarten. Ja, ja. Kijk eens, daar zit G. Met nog twee adjudanten en een golfclub. Want dat is een beetje wat Och verbindt ook, hè? Ja, dat klopt, ja. Ja. G zag nog uitkomen. We zien zakelijk heel erg close. We zien vriendschappelijk heel erg close. Ja, en dan huur ik altijd, ja, en als dreefspan op paard bent, dan wordt ten band nog intenser, nog intiemer. Heb je dat ook zo ervaren? Ja, dat is absoluut waar. Vanaf de voorbereiding, in dit geval 24 september 2019... Dat waren het moment dat de vorst mij vroeg om hoe G2020 te weren. Hebben we ja, de adjudanten gevraagd. Het trio was geboren 1 oktober 2019. En vanaf dat moment ja, dat bleef ze een fantastische voorbereiding met elkaar. En groeien naar elkaar toe. En dat, ja, dat is elke minuut, maar dat zullen beide hoegheden kunnen beamen, wordt dat intenser. Dat is fantastisch om mee te mogen. Hoe willen ze duiden, hoegheid Ruben? Ja, ik ben 21 september gevraagd. En ik heb woensdag over de 24e min 2 adjudanten gevraagd. En ook dezelfde avond werd er ook gekregen. Dus dat was voor 4 om 11:30 service. De Prinsencommissie die begeleidt zich door Hule Molen. En ja, die vergadering op donderdagavond die lopen nog eens een beetje uit de hand. Maar er schept een band wel met elkaar, wat ze natuurlijk al hebben. Maar ook met al een groot gedeelte van de rood. En dat is gewoon fantastisch. Ja, Lisa kan dan nog op een andere wies kennen, Marcel? Nou, daar is wel over en erbij zitten dat ze wat dieper gaan duiken. Maar goed, in de vriendschap die ik heb met Jos en Paul, hebben we denk ik alles wel een beetje aangestipt in de afgelopen jaren. Het is gewoon een prachtig mooi proces waar ze in Greus, naar datgene wat ze wil ze uitdragen, die is de vaste lovend. En de processen die ze van binnen uit kunt zien, binnen zo'n prachtige vereniging, dat is een unicum om mee te mogen maken. Ja, en dat ze dan met de beste kamerheu, want Dux is zo, als ze dus gevolgens prins en de echte prins, de Widdelgeliek, die en deze tijd naar Evermich. En dat was bij ook drie, volgens mij ook alle drie het geval. Binnen een oor geregeld. Ja. Absoluut, ja.
dat ze dan toch iets, omdat ze iets unieks mee bezig maken. En van het meisje eigenlijk de diepste geheim, want het is eigenlijk langer onder water dan boven water. Dat dan toch de vriendschap, de band nog steviger maakt. Nee, die mening deel ik niet. Want ik heb veel meer nog precies hetzelfde in mijn vriendschap. Voordat we ooit zijn gekomen, als nadat we ooit zijn gekomen. Dus voor mij betreft zit er geen verschil in. Nee. Verandert niet. Nee. Ja, die vriendschap waren al super hecht. En ja, ik durf wel te zeggen dat die hechter wordt. Ja? Absoluut. Ja, dan groeien ze nog meer naar elkaar toe. Zeker weten. Heb je ook kanten gezien waarvan ik gedacht van nou, dat had ik eigenlijk nooit geweten. Dat hadden die jongens zoten. Ja, er komen elke dag weer nieuwe dingen omhoog. Dat ze zeggen van, dat heel kleine dingen, was ze dan ja, op een top van geniet. En dat is bijvoorbeeld wie ze met bejaarde mensen omgeest, wie ze met kinderen omgeest, wie ze met zieke, kranke mensen omgeest. Dat zijn toch die moeie momenten die, ze, ja, die we op dit moment mee mogen maken en die ze vooraf niet in de gaten had. Zullen we eens, hoe gaat Marcel tweede kieken dan een moeie moment, wellicht ook voor Och? Ja. Ik kiek. Lopen met Frans, ja de laatste bibli. De week in de zon, op het herfst er is niet. Die zilveren stiemen en sterren doordringen. Die zeeplinge duimen, ogen ontwikkelen. De vingeren, hun met al deze lak. Vanmorgen wacht er is weer. Ja, dit is vlak nog een goed kom, hè, op de voetbal. Ja, zingen met pap. En met de dochter. Ja, ja, wie moet je weer wat hebben, hè? Ja, boeien Christenthals niet. Nee. Alleen wie ducht ze die nou nog in deze werken? Ja, iets minder dan normaal gesproken. Mijn dochter die studeert in Tilburg, dus die komt sowieso de weekend ertoe. Dan zit ik ook nog in een gezinssituatie dat ik ze één week wel heb, één week niet. En mijn vader, die zin ik met regelmoot. Ja, en als er dan zo'n moment is dat ze samen met die pap en met die dochter op een bunker stond. En dat is gewoon een Venloze vastelovend kind zijn oer dragen en ieren en dat prachtige evergreen kind zingen. Ja, daar ben ik erg groots op. Dat is gewoon fantastisch. Ja. En dus vastelovend ook natuurlijk iets was met vrienden en familie viers. Ja. Ja, alleen dat familievieren, dat zit er minder in, neem ik aan. Nou, dit nou mijn schoonvader stuit in de zaal, was een van die bewakers bij de boekeniersting. Dus daar zit het er ook helemaal in. En mijn eigen elders zien geen vastelovensvierders, maar die zien dit jaar overal bij en dat is echt fantastisch om te zien. Gisteren bij het Prinsendiner, waar de burgemeester ook was, en mijn vader ook een fantastische speech. Niet verklappen, want dat heb ik volgens mij zelf meegenomen. Oh. Dus dan komen we daar zo kijken. En wie zit er vanochtend dan? Ja, we betrekken uiteraard het gezin, mijn vrouw Marion en de kinderen Laura en Martijn, optimaal bij alle activiteiten. En proberen ze zoveel mogelijk mee te trekken. En dat zien heel wat activiteiten. Dat zien aardig wat activiteiten, maar die zijn allemaal op eigen manier uniek. En dat is mooi als ze dat samen met die gezin kunnen delen. Ja, ik verwonder me altijd, wieveel activiteiten heeft bijvoorbeeld de Prins van Venlo, dan zo rond de 250, 260 officiële bezoekskurs. Dit jaar 844. Ja, dat is dan nog iets meer. Ja. Heb je dan in al die 844 momenten, dat je ook wel eens denkt van, oh, wat ben ik mee bezig? Geen enkel moment. Dat je echt realiseert van, oh, dit is echt heel tof, of is het vooral einde toemel en straks op Aswoensdag zijn een keer wakker. Ja, er zit in het theater van Parowien en Klatergold. En dat is voor mij begonnen op vrijdagavond. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn adjudante. Er zit gewoon hoog in de emotie en dat dendert gewoon door. En door in Wiersen fantastisch gefaciliteerd. Door iedereen. En de Wiersen overal warm ontvangen. Ja, dat is gewoon een, ja, zoals ik al zei, een unicum. Fantastisch om te beleven. Ik kan ze tijd nemen om even te genieten, even stilstaan, even om de geer kijken. Ja, zeker. Maar dat moest ze ook doen. En dat zeggen ze ook, van geniet van elk moment. En daar ben je ook zelf bij om er optimaal van te genieten. En dat doen we ook, met volle teugen. Zullen we eens kijken naar een mooi en genietabel moment wat jij hebt meegemaakt? Vanaf zijn 16e leerde hij echt verleven op de vastelovens. En later ook op Miek. Ook weer op zo'n oventje. Hier zien, hij heeft zijn eigen DNA gekweekt, is in het gebeuren opgegroeid en generiek. We doen een zoek. Blierik? Gaat u in Blierik worden? Dat doen we helemaal niet. Weet u waarom de doeven ondersteboven over Blierik vliegen? Geen idee. Nou?
Dat heb ik gehoord op een 60 jaar huwelijk toen ik nog niet wist waar ik ging wonen. Dus ik kan overal wonen, van Arsen tot Belfort enzovoort. Dan was ik bij mensen, echte Venloze mensen. En die zei de burgemeester, gaat u misschien ook in Blerik wonen? Ik zei, dat zou kunnen. En toen zeiden die mensen letterlijk tegen mij, weet u waarom de duiven ondersteboven over Blerik vliegen? Ik zeg, ik heb geen idee. Ze willen er nog niet op schijten. En dat was voor ja, mij ik vind het een leuk grap. Ja, sorry. Ja, is kansloos. Een opmerking. Nee, de prins van Blerik vindt het natuurlijk niet leuk. Maar ik vond het best... Ja, wij vinden het trouwens wel leuk. Ja, ik vind het ook leuk. Ik vind het ook leuk. Beetje steken. Je kunt hem trouwens voor elk stadsdeel kunnen hem natuurlijk invullen. Hè. Je kunt die duiven ook laten vliegen over alle andere delen van de nee, stad. Nee, dat is alleen een Blerik show. Ja. Hoe heb ik gesproken net? Dat is heel bijzonder. Hè. Pap spreekt dicht toe. Ja. En ik wist natuurlijk dat er iets moest gewoon voorbereiden. En ik zei nog tegen Vos Rooij van tevoren, ik ben bang dat de mechter een beetje doorheen gaat holen vanavond. Maar hij had zich netjes gaaien. En een heel chique moment. In rijm alles, hè? Hij deed alles in rijm. Ja. Dus dat was mooi. Knap. Gedimburg met nog adjudanten nog goed komen zeggen, ja, we zien eigenlijk de mensen van de derde helft. Ja. Nou is vastelovend vieren, alleen maar derde helft natuurlijk. Maar is het toch een beetje vol te houden? Het is tot nu toe nog goed vol te houden. We trekken met z'n drieën door tegelen. We gaan alle fiertjes af, we gaan de fiertjes bouwen, we gaan ze verzorgen. En dat gaat wel goed komen. Het hoeft niet te werken, dus we kennen. Dat scheelt al. Maar krijgen ze er nog hulp bij? Adviezen, even de uitgesloten, even een sapje tussendoor. Vitaminepilken. Zoals waarschijnlijk wens, Harry, weer en weer ondersteund. We hebben de gardisten, we hebben de chef de protocol. En dat is een zeer strenge mens, kan ik dit vertellen. En dit bepaalt in grote lijnen wie het programma eruit gaat zien, wat een samenspraak met ons. Dus er komen altijd verzoeken, nadat ze bezoek gekomen van wil ze door naartoe of wil ze heen naartoe. Uiteindelijk maak ze een dagprogramma en in het dagprogramma wordt ze volledig gefaciliteerd. We hebben een despiciënt, riet ons rond. En het alcoholgebruik, dat moesten we zo nodig heen en door wel beperken. Dan komt de strenge mens natuurlijk naar boven. Wel, maar dat wil ze ook niet. Dat wil ze wel alle energie blijven geven. Want uiteindelijk is ze er wel voor gekozen. Om dat als zodanig uit te dragen. Dus dat moest ze ook doen. Ja, je ziet gekozen, alle drie. Dat is Tux en de jongensdroom. Je ziet nu 2 weken bezig. Is het nog steeds een droom of is het moeier? Of zien er ook momenten dat ze denkt van... Het waren een jongensdroom, het is een jongensdroom en het blijft een jongensdroom. En ik hoop voor iedere Blerikken neer, Venlo neer, Tegelen neer, dat ze ooit de kans krijgen om dit fantastische evenement mee te mogen maken. Wie denk je er even voor? Ja, iedereen die toch. Iedereen hetzelfde. En zeker als ze met 2 kameraden mix doen, dat is gewoon fantastisch. Ja, vroeger was het ook een droom. Absoluut hoor. Ja, een droom. Ik heb natuurlijk heel lang muziek gemaakt bij de Hofkapel. En daar is een bepaalde fantasie. Maar ik wil wel benadrukken dat hij vastelovend ook in een kleine café gevierd wordt. Dus de hoest dat er geen prins voor te zien. De vastelovend is voor ons allemaal. En dan moeten we eigenlijk allemaal hetzelfde beleven. Ja. Gewoon God ook enorm op verheugen. Op de vastelovend. Echt gewoon die 3 dagen? Ja. En als we dan ook vragen, wat is echt voor ogen nog een hoogtepunt? Daar spits ik me enorm op. Een van die hoogtepunten is absoluut de opdracht, de Blerikse opdracht, om kleur te geven aan het Blerikse. Met Tegelen. Het sambal zondagoven is altijd een geweldig feest. Dus daar heb ik wel zin in om dan op die bühne te mogen staan. Ja. Dan kan het eigenlijk niet meer kapot, hè? Tegelen, Blerik en Venlo. 3 prinsen die nog frisse fruit te zien, die nog zin in hebben. Ja. En die een euvelvol programma hebben. Dus ik zeg vooral dank wel dat je tijd hebt willen maken om hier aan tafel te zitten. En dan ga ik vooral door om met je bezig te zien. Dan kunnen we de euvel wel groot. Dank je wel. Dank voor de uitnodiging. En er gebeurt natuurlijk nog veel meer deze week. En dat is allemaal te zien in Nieuws van de Week. Zing me een liedje, piano man. Zing me een lied van... Bonjour, ik is de Bertrand de la Montagne, de troubadour d'amour, die de chanson zingt about Monsieur de Piano. Hoi, mijn naam is Sandra. Ik werk bij Bloemen Petit Chambel en vandaag is het Valentijnsdag. We zijn nog steeds druk bezig om die mooie boeketten klaar te maken, waar heel veel mensen blij mee gemaakt worden. Hoi, ik ben Denise Jacobs, 18 jaar en mijn sport is authentiek. Afgelopen weekend heb ik meegedaan aan het NK Meerkamp Indoor en daar heb ik 3 clubrecords behaald. Dit is Willem. Willem is de afgelopen weken met zijn pet rondgegaan om geld op te halen voor het goede kruidsbal.
Het meiskwantenbal van Venlo voor een speciale groep mensen. Hey, dit is Tim. En mijn nieuws van afgelopen week is dat ik een paar super vette gigs heb mogen draaien hier in Spanje als DJ Warro. In Café Central ga je het bekendmaken wat hij heeft opgerold. Dit bedrag is 3.261,27 euro. Dit is de kracht van vastelovend. Goedenavond, ik ben Willem Koopmans van Ennebink Oetvelde. De vastelovend zijn weer voor de deur. Dat betekent ook weer de top 4-5 van Omroep Venlo. Ik ben Giel en ik ga straks naar de wedstrijd VVV tegen Heracles. Het is te hopen dat de punten gewoon hier in Venlo blijven, maar ik denk dat dat goed gaat komen. Wie ziet met ons nummer Prins in Limburg zien je eindigen op de 30e plaats. Dus volgende week vrijdag, benen paraat, top 4-5. Wie ziet erbij? Ja, wiebelen de prinsen aan de tafel, want iedereen wil natuurlijk weer heel snel verder. En ze hoorden het ook, dus wij gaan ook verder met de kleine delegatie van Linkemek. En dit keer versterkt met prins Marcel de Tweede. Bloem in het gras, geeft die kleuren in bloed. Wie zit zuntje dicht kus, in het morgenroet. Wie bleuende liedjes, die een hertje ontspringen. Wie zingende vogel, ook mee klote zingen. Uur al eet gelijk, verborgen, want er is weer een nieuwe morgen. Wat in dag ook fijn zoenkelen, jongen. Ja. Halverwege. Bloem in het gras, ja, de laks, de besplie. De wees in de zon, in dat denske snie. We zoven zit schemert en sterren doordringen. We sleeflijke druimen de morgen ons brengen. Uur al het geluk verborgen, want er is weer een nieuwe morgen. Wat in dag ook brengen mag, ik hou van bloemen, ik hou van vandaag. Bloemen in het gras, als de mond gaat verdwijnen, het dauw gaat verdampen, het zunke gaat schienen. Het je breekt op, ik stijs weer te strollen. Ik wil dich niet plakken, ik kon dich niet holen. Overal het gelijk verborgen, want er is weer een nieuwe morgen. Wat in dag ook brengen mag, ik hou van bloemen, ik hou van vandaag. Overal het gelijk verborgen, want er is weer een nieuwe morgen. Wat in dag ook brengen mag, ik hou van bloemen, ik hou van vandaag. Stadje, faal, lol en plezier.